Anne. Ja, jammer. Dat hadden we echt niet verwacht. We waren eigenlijk klaar voor een spannend wedstrijdje. En in het tweede kwart ging het eigenlijk al een beetje mis. En daar komen jullie in de derde, vierde kwart niet overheen. Maar even naar jezelf. Je kunt weer wat minuten maken. Ging het? Ja, het gaat steeds beter eigenlijk. Dus ja, dat is wel heel fijn voor mezelf natuurlijk. Maar ja, je moet nog wel op een gegeven moment minuten bij en meer ritme krijgen. Maar het begin is er in ieder geval. Ja. Dus dat is dan weer 2-3 mooie paasjes. Hè? Dus wat dat betreft. Ja, gelukkig kan het nog een beetje. Dus dat is ook fijn. Ja, precies. Even nog, oh ja, nee, ik kan het nog. Ja, dus, ja, maar je kunt ook trainen. Dus hoeveel train je weer helemaal mee? Of, Nee, niet volledig nog. Het is een beetje kijken hoe de trainingen gaan. Maar tot nu toe een beetje een uur ongeveer. En dan steeds kijken wat de reactie daarvan is. Maar Anne, je hebt een blessure aan je duim. Ja. Wat is er exact aan de hand geweest de afgelopen periode of nog steeds? Ja, ik had glas in gehad. En toen was er een bandje ook een beetje geraakt eigenlijk. Nou, dat is inmiddels hersteld, maar het littekenweefsel precies op mijn gewricht zit nogal in de weg. En dat is nu inmiddels wel een stuk beter. Maar dat duurde heel lang en een beetje onverwachts ook. Dus dat was wel heel zuur. Maar wel fijn dat je nu met het oog op de play-offs in ieder geval weer lekker aan kan gaan haken. Ja, zeker. Dat is ook inderdaad het doel, dus daar gaan we ook voor, ja. En Anne, als we dan even naar die wedstrijd kijken. Jullie beginnen goed. Het is echt een heel aantrekkelijk duel in het eerste kwart. Hoog niveau, eerste kwart voor de bel. En daarna kakt het helemaal in. Wat gebeurt daar? Ja, lastig te zeggen. We laten af en toe gewoon het een beetje lopen of zo lijkt. Het alsof we dan niet reageren, makkelijke ballen tegenkrijgen. En dat kan tegen een team als Den Helder kan dat gewoon niet. En dan als je dan zelf niet een tandje erbij zet in de aanval, net even een verkeerde paas en dan weer een 3 punten om de oren krijgt. En dan loopt het wel snel op. En als je dan het momentum niet terug kan pakken, is dat blijft dat gat gewoon eigenlijk. Ja. Tegen Den Helder moet je natuurlijk op je opperbest zijn, wil je daar tegen kunnen stunten. Goed, ik bedoel, bij de rust was 15, derde kwart is 17. Dus dan lukt het niet om wat te veranderen. En dat is wel jammer. Of aanvallend of verdedigend of in de combinatie daarvan. Ja, wat ik zie vanaf de kant, je speelt met een beperkt aantal speelsters. Dus dan is het lastig om van de bank af iets te laten veranderen. Je bent blij dat de mensen die van de bank afkomen gewoon hun ding doen, hun lijntjes lopen en hun verdedigende taken doen. Dus dan moet je toch als team zijn en proberen om iets te veranderen. En dat lukt in het derde kwart niet. Hè? Dat vond ik wel jammer. Ja, dat was zeker jammer. Ja, inderdaad. Maar er zat een heel klein runnetje in op een gegeven moment even, dat we ook tegen elkaar zeiden van, nou komt het. Ja, dan gaat het naar de 15 en dan is het ook een spel waarvan je denkt van, nou, maak nog een stop en gooi er nog een balletje in. En dan moet hun in de time-out. En dan, maar goed, het is ook wel duidelijk, het is gewoon een goed team om tegen te spelen. Dus dat je verliest is geen ramp. Alleen het is wel jammer dat het soms iets te makkelijk gaat. Ook in een transition, hè? Ja, het is gewoon veel te makkelijk. Gewoon open ballen en dan maken we ook veel fouten met end-ones. Dat is gewoon niet nodig. En verslappen we gewoon allemaal eigenlijk. Maar als je dan kijkt naar jouw eigen wedstrijd. De eerste wedstrijd, vorige week bij Binnenland, maakte hij ook wel weer behoorlijk een aantal minuutjes. Ben je dan tevreden met de stappen die je maakt, zeker na zo'n blessure? Ik denk dat het wel beter gaat. Ik denk dat ik ook steeds meer in de bal kan komen en in de screens. Dus dat is eigenlijk ook mijn spel. En dat is fijn dat ook beter gaat. Daar krijg ik steeds meer vertrouwen in. Ik baal natuurlijk wel dat ik dan nog ballen weggooi of net even de verkeerde keuzes maak. Alleen het begin is er wel en ik merk wel dat ik daar een stap in maak. Dus dat is denk ik wel goed, ja. Moet je morgen werken? Nee. Niet? Oh, want anders had je loonsverhoging kunnen vragen, denk ik. We hebben een beetje aan sponsoring gedaan voor we hebben Lidl twee keer genoemd. We dachten namelijk dat jij ook op het werk gewoon met, als jij vak aan het vullen bent, zo met assistjes aan het strooien bent. Nee. Nee, helemaal niet. Maar goed, dan kun je misschien in je onderhandelingen gebruiken, Anne. Ja, zou ik doen. Nou, Anne, ik hoop volgende week. Ja, eerst een goede trainingsweek. En dan goed voorbereiden voor. Want dat blijft toch de belangrijkste. Ja, dat is belangrijke de wedstrijd. Game volgende week. Ja, dat dus, is gewoon zo. Dat, Maar dan hopen dat je de minutenbeperking weer wat omhoog mag. En dat we jou weer lekker op het veld gaan zien. Ja, dankjewel, Anne.